Goedemorgen. Vandaag een antwoord op de vraag van Mieke. Mieke probeert al jaren gewicht te verliezen. En ze beperkt haar calorie-inname en onder andere haar vetinname om die reden dan ook al jarenlang. Want ze weet, ja, gewichtsverlies zul je enkel bereiken wanneer je calorie-inname niet al te hoog is. Dus ja, dat is de reden waarom ze haar calorie-inname beperkt. Maar ondanks het beperken van haar calorie-inname verliest Mieke niet echt noemenswaardig gewicht. En sinds ze haar calorie-inname beperkt, kampt Mieke ook met best heel veel uiteenlopende gezondheidsklachten. Nu heeft Mieke begrepen dat je onder andere gezondheidsklachten zal gaan ervaren wanneer er tekorten heersen in je lijf in zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Essentiële voedingsstoffen, dat zijn namelijk voedingsstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen en uit je voeding moet verkrijgen. En nu heeft Mieke begrepen dat onder andere alle vitamines die je kan onderverdelen in wateroplosbare varianten en vetoplosbare varianten essentieel zijn. Dus op het moment dat er tekorten heersen in vitamines in je lijf, die wateroplosbare varianten of die vetoplosbare varianten, dan zullen daar gezondheidsklachten uit voortkomen. Want ja, dat zijn de stoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. Die moet je lichaam uit je voeding verkrijgen. En nu heeft Mieke begrepen dat je kan bijvoorbeeld wel supplementen gaan gebruiken waarin al deze vitamines, dus zowel de wateroplosbare varianten als ook de vetoplosbare varianten in aanwezig zijn. Maar dat garandeert helemaal niet dat een tekort aan deze vitamines in je lijf opgelost kan worden, want een tekort aan vitamines, en dat zijn dus essentiële voedingsstoffen. Voedingsstoffen die je lichaam uit je voeding moet verkrijgen, omdat het deze niet zelf kan vormen. Een tekort aan vitamines, of dat nou wateroplosbare of vetoplosbare varianten zijn, in je lijf kan niet, zal niet opgelost worden. Ook niet wanneer je een supplement neemt met deze vitamines, al deze vitamines, zowel die wateroplosbare als die vetoplosbare erin aanwezig, zolang en wanneer deze vitamines nooit een keertje in je bloed belanden, niet getransporteerd worden door je bloedbaan en dus niet over weefsels en cellen die deze vitamines nodig hebben, verdeeld worden. Mieke begrijpt dat tekorten in essentiële voedingsstoffen, waaronder tekorten in essentiële vitamines, of dat nu de vetoplosbare of de wateroplosbare varianten zijn, in je lijf enkel opgelost kan worden wanneer de opname van deze stoffen in jouw bloed en het transport door je bloedbaan en uiteindelijk de verdeling van deze vitamines over alle weefsels en cellen in je lijf, wanneer dat goed verloopt. En nu heeft Mieke begrepen dat de opname van vet oplosbare voedingsstoffen, waaronder ook vetoplosbare vitamines in jouw bloed, dat is waterrijk milieu, en het transport van deze vetoplosbare voedingsstoffen, waaronder vitamines, door waterrijk milieu je bloedbaan, en dus uiteindelijk de verdeling ervan over alle wezens en cellen in je lijf, dat enkel goed zal verlopen wanneer jouw lever goed in staat is om apo-eiwitten te vormen. Hoe moet je het zien? De lever is een orgaan in ons lijf dat wordt de poortwachter genoemd.
alles wat jij binnenkrijgt aan voeding en voedingsstoffen, dus zowel wateroplosbare als vetoplosbare varianten, gaan niet meteen zodra jij dat binnen hebt gekregen in jouw bloedbaan opgenomen worden, in je bloed opgenomen worden. Nee, het gaat eerst, wanneer het goed opgenomen kan worden in je darmwand, gaat het via de poortader naar jouw lever. En of voedingsstoffen, of dat nou wateroplosbare of vetoplosbare zijn, ooit een keertje in jouw bloed gaan belanden, opgenomen worden en getransporteerd kunnen gaan worden door je bloedbuin, verdeeld kunnen gaan worden over alle wezens en cellen in je lijf. Dat is afhankelijk van jouw lever, want jouw lever bepaalt wat en wanneer in jouw bloed gebracht wordt. En vetoplosbare voedingsstoffen, waaronder vetoplosbare vitamines, die kunnen enkel, want dat zijn watervrezende moleculen, vetoplosbare voedingsstoffen, dat zijn watervrezende moleculen, kunnen enkel in waterrijk milieu, je bloed is waterrijk milieu, opgenomen worden met behulp van apo-eiwitten in jouw lever. Die moet je eerst vormen. Dat betekent dat wanneer je er middels het slikken van een supplement voor zorgt dat je alle vitamines binnenkrijgt die je lichaam nodig heeft. Alle essentiële vitamines, zowel de wateroplosbare als de vetoplosbare varianten. Maar jouw lever is niet in staat om apo-eiwitten te vormen. Eiwitten die het transport van watervrezende voedingsstoffen, dus vetten en vetoplosbare vitamines, door je bloedbaan waterrijk milieu mogelijk maken. Dan gaan die vitamines die jij middels een supplement hebt binnengekregen nooit in jouw bloedbaan opgenomen worden, nooit via je bloedbaan, door je bloedbaan getransporteerd worden, nooit over wezens en cellen in je lijf verdeeld worden, nooit in je cellen belanden. Daar moeten ze belanden. Dus, of vitamines, essentiële voedingsstoffen, waaronder die vetoplosbare varianten, ooit een keertje in je cellen aan gaan komen, daar zijn ze nodig, die essentiële voedingsstoffen, is afhankelijk van de lever en of de lever in staat is om de eiwitten die het transport door de bloedbaan verzorgen van deze stoffen te vormen. En in het geval van watervrezende vetoplosbare voedingsstoffen betreffen dat apo-eiwitten. Dus moeten we het gaan hebben over wat heeft jouw lever, wat hebben je levercellen nodig om deze transporteiwitten, deze apo-eiwitten te kunnen vormen. Die eiwitten die het transport van vetoplosbare watervrezende moleculen, waaronder vetoplosbare vitamines, door waterrijk milieu mogelijk maken. Wat heeft jouw lever nodig om die eiwitten te kunnen vormen? Want anders kan jij supplementen slikken wat jij wil, maar gaan de vitamines die daaraan aanwezig zijn nooit in je cellen aanbelanden, want dat moet allemaal eerst naar de lever, vanuit de lever in je bloed. En dat gaat niet gebeuren wanneer je lever niet in staat is om transporteiwitten, in dit geval apo-eiwitten, te vormen. Jouw levercellen kunnen, net als alle andere cellen in jouw lijf, twee soorten processen uitvoeren. Katabole, afbrekende processen. Gedurende deze processen worden molecuulverbindingen afgebroken tot kleinere delen binnenin jouw levercellen. Gedurende de uitvoering van anabole processen worden uit kleinere delen, die zijn ontstaan na uitvoering van de katabole afbrekende processen, nieuwe verbindingen, nieuwe molecuulverbindingen gevormd. Waaronder aminozuurverbindingen, waaronder eiwitten, waaronder transporteiwitten, waaronder apo-eiwitten, transporteiwitten die het transport van vetoplosbare watervrezende voedingsstoffen, waaronder watervrezende vitamines, door waterrijk milieu, door je bloedbaan, mogelijk maken. Dat wordt dus gevormd gedurende de uitvoering van anabole, opbouwende en herstellende processen in en door je levercellen. Alleen,
Jouw levercellen heeft om anabole opbouwende en herstellende processen uit te kunnen voeren vocht en bouwstoffen nodig. En een heel aantal bouwstoffen is essentieel. We hadden het er net over dat alle vitamines, zowel wateroplosbare als vetoplosbare vitamines, essentieel zijn. Ook een heel aantal mineralen is essentieel. Een heel aantal spoorelementen is essentieel. 9 aminozuren zijn essentieel. En 2 vetzuren zijn essentieel. Dus op het moment dat jij, omdat je wil afvallen, al jarenlang je calorieinname beperkt. En je sindsdien niet echt een effect bereikt met betrekking tot gewichtsverlies. En je allerhande gezondheidsklachten hebt. En je beseft, gezondheidsklachten kunnen ontstaan wanneer er tekorten hier is in bepaalde vitamines. Dus laat ik maar een supplement slikken voor die vitamines. Maar jouw caloriebeperkte voeding levert behalve die vitamines die je middels een supplement binnenkrijgt te weinig essentiële bouwstoffen. En 9 aminozuren zijn dus ook essentieel. En 2 vetzuren zijn dus ook essentieel. Dan zijn jouw levercellen, ondanks het slikken van supplementen waar alle vitamines wel in zitten, zijn jouw levercellen niet in staat om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren. Zijn jouw levercellen niet in staat om nieuwe verbindingen te vormen? Zijn jouw levercellen niet in staat om nieuwe eiwitten, waaronder nieuwe transporteiwitten, te vormen? Kunnen de vitamines die jij middels het slikken van een supplement binnenkrijgt niet opgenomen worden in jouw bloedbaan, niet getransporteerd worden door je bloedbaan, niet verdeeld worden over alle weefsels en cellen in je lijf, want dat kan enkel goed verlopen wanneer je lever goed in staat is om eiwitten, waaronder transporteiwitten, te vormen, waaronder apo-eiwitten die het transport van vetoplosbare, watervrezende voedingsstoffen, waaronder vetoplosbare vitamines, door je bloedbaan mogelijk maken. Dus wil jij dat je gewicht verliest? Wil je dat je gezondheidsklachten afnemen? Dan zul je ervoor moeten zorgen dat de poortwachter van je lijf, je lever, dus het orgaan die bepaalt wat uiteindelijk van hetgeen jij in je voeding opneemt qua voedingsstoffen in jouw bloed opgenomen gaat worden, in je bloed gebracht gaat worden, dan moet jij ervoor zorgen dat die poortwachter, die lever van jou, in het bezit is voortdurend van vocht in alle essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, herstelstoffen. En dat zijn dus alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen, 9 aminozuren en 2 vetzuren. Want anders kan jouw lever de poortwachter, de transporteiwitten, niet vormen. De transporteiwitten die in jouw bloedbaan nodig zijn om het transport van alle voedingsstoffen die jij aanlevert door je bloedbaan en de verdeling daarvan, een mooie verdeling daarvan over alle weefsels en cellen in je lijf, mogelijk te maken. Dat als antwoord op je vraag.